Hallo dames en heren, hier weer een Niskipsi uit Epidauros, dankbaarheid opgehangen voor de genezing door de god Asclepius natuurlijk. Cora Aphonos, het meisje zonder stem. Cora, het Dorisch voor Core, zou je kunnen zeggen, het meisje. Aphonos, zonder stem, ziet er mannelijk uit, maar het is een samengesteld bijvoeglijk naamwoord en die hebben altijd geen vrouwelijke variant, dus vandaar Aphonos in plaats van Aphona of Aphone. Dan, wat is er gebeurd? Hauta en Cafeudusa, hos eide ergomenon draconta apodendreutinos, ton catato abaton eonton, exegathesa thus boei, tam matera caeton patera caleusa aperte du ies. Kijk, één zin, allemaal stukjes, meestal natuurlijk participia, dus kijk. Hauta, vrouwelijke vorm voor van houtos, die, zij. Doris voor Hauté natuurlijk. Zij, enka theodusa, participium, vrouwelijke vorm natuurlijk, presens, slapend in, of binnenslapend, dus in het heiligdom. Hoos eide, hoos hier in de betekenis toen. Toen zij zag, niet toen zag zij, ja, maar toen ze zag, het is een voegwoord, hoos. Toen ze wat zag, nou, een ergomenon draconta, een komende slang. Toen ze zag komen, kan je ook wel vertalen. Dat is een soort ACP hier. Dus allebei accusatieven zie je zo. Dit is accusatief van Dracon, dit is accusatief van Ergomenos. Participium presens. Mag je ook wel, toen zij een slang zag komen, mag je ook wel vertalen. Apodendreu. Vanuit een boom, of van een boom vandaan. Tinos. Hier er staat geen accent op de iota, dus is het een onbepaald. Woordje, dat betekent dus een of andere, want het concludeert hiermee. Tendreu. Vanaf een of andere bomen. Een of andere boom. Genitiefs. Van de zijnden. Participium van Eimi. Kata to abaton. Verspreid over het abaton. Verspreid over dat. Die plek die daar. Waar ze sliepen. Even wat vormen. Dendreu voor dendru. Een directe vorm daarvoor, dat betekent boom. En eontoon, die epsilon vind je in andere dialecten dan in het Attisch. Dit is een participium presens, geen type meervoud van hemi zijnde. En dat is zelfstandig gebruikt, want daar moet je bij denken, dendreon. Dus van de bomen die waren rondom het abaton, van één daarvan kwam dus een slang vandaan. Dat zag ze dus toen ze daar sliep. Teruggeredeneerd. Komma. Ex erger feisa. Dus hier begint de hoofdzin, want het was een bijzin, hè? Dus het is een hoogste zinnetje. Zij slapen toen ze bla 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 bla. En dan hoofdzin, maar dan begint eerst met het participium. Nadat ze wakker geworden was, het is ex egeiromai. Ex egeiromai betekent wakker worden. Ex egeiro betekent wakker maken. Ex egeiromai hier zo. In de aoristisch participium manier gezet, heeft dan vaak die tête voor het passief, maar mag je ook. Ik zit hier weer actief neergezet, moet het natuurlijk passief zijn. Mag je ook interpreteren als, als medium. Participium vrouwelijk natuurlijk, nadat ze wakker geworden was. Authus boei. Boei. Boei is de dialectvorm voor boei, van boa-o, schreeuwen. Dus schreeuwden ze meteen. Ze strok zich natuurlijk een hoedje van die slaan. Dit is eigenlijk trouwens presens natuurlijk, maar je mag het even vertalen als een presens historicum. Dus schreeuwt ze meteen, of schreeuwde ze meteen. Tam matera caeton patera caleusa. Allerlei rare vormen hier. Tam en tom, dat is natuurlijk heel gek. Maar dat is dialect voor de alfa wordt een eta natuurlijk. En dan die mu, die zit in het Latijns altijd aan het einde nu. Dus krijg je ten. De matera is metera, de moeder en tonne, dus accusatief van hol gewoon. En de vader roepend, participium ook, hè, presens van kaleo, niet samengetrokken, het is niet kaloosa geworden, maar kaleosa is apart gebleven. In heel veel andere dialecten dan het Attisch heb je minder samentrekkingen. Dus haar vader en haar moeder roepend, of andersom, we willen zeggen haar moeder en haar vader roepend, terwijl ze haar moeder en vader riep. Dus boei, schreeuwde ze, en zij abelte, zij ging weg, hygiës, gezond. Dit is ook weer een aoristisch van abergomai, weggaan.
en ze ging gezond weg. Ja. Wat was er dus aan de hand? Oh ja, we weten toch, wat was het probleem? Zij kon, had natuurlijk geen stem. Dus wat is er nou gebeurd? Ze ging daar slapen en ze schrok zich helemaal de tandjes van die slang die daar naar buiten kwam uit zo'n boom. En toen ging ze schreeuwen en ze riepen vader en moeder. En sindsdien had ze een stem. Nou ja, dat is ook een manier om iemand te genezen van stemloosheid als het ware. Goed, tot zover. Volgende keer weer een ander verhaaltje. Dag.